Deze pizzabodems vind ik zo lekker. Deze met paprika, bloemkool. Nou, dit ding is echt ver overleden. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben gisteren teruggekomen van vakantie. Misschien dat je die video's wel hebt gezien. Ik was in Egypte en ik hou echt van in het buitenland eten en allerlei dingen proeven. Maar ik moet zeggen, als ik terugkom ben ik toch ook altijd wel weer blij dat ik gewoon even mijn eigen standaard dingen en gewoon Nederlands eten kan eten. Ik ga jullie dus vandaag meenemen in mijn realistische what I eat in a day. Ik hoop in ieder geval dat jullie ze hebben om mee te kijken. Doe er ook zeker even een duimpje omhoog. Ik ben net al even naar de supermarkt geweest om alvast even mijn standaard dingen weer te halen. Ik vind het zelf altijd helemaal fijn om weer een huis te hebben. Maar ik moet zeggen, ik heb dus best wel honger gekregen. Zeker als je zo door de supermarkt loopt, dan denk je echt, oh, ik wil dit eten nu. Ik wil dit eten, dus ik ga even een ontbijtje pakken. En dan zie ik jullie zo. Ik had een nieuw potje chiazaad meegenomen en echt alles ligt nu onder, want ik maak het per ongeluk verkeerd open. En dan is dit dus mijn ontbijtje van vandaag. Het is dus yoghurt met pompoenzaden, chiazaad, honing, pekannoten en kokoshagel. Als iemand nog andere tips heeft wat je nog meer in kan doen, laat het me zeker weten. Maar ik vind het gewoon altijd heel erg leuk om ermee te variëren. Maar dit is dus mijn ontbijtje van vandaag. En ik ga ook nog even een koffietje zetten. En de laatste tijd doe ik er ook altijd een beetje kaneel over. Ja, je proeft er eigenlijk niet eens heel veel van, maar ik vind het er gewoon heel fancy uitzien. Maar dit is dus mijn hele ontbijtje. Ik was net van plan om wat snacks te gaan maken, want altijd als ik terugkom van vakantie, dan wil ik gewoon sommige dingen, ik weet niet, dan heb ik gewoon bepaalde dingen die ik dan van tevoren wil maken, zodat ik die gewoon heet in de koelkast en in de vriezer vooral. Heb liggen. Maar toen kreeg ik net een appje van papa dat er een pakket bezorgd was. Een heel groot pakket. Ik wilde dit eigenlijk aan jullie in de volgende vlog laten zien. Maar ik wil het gewoon nu al aan jullie laten zien, omdat ik het gewoon heel graag wil uitpakken. Joep is hier ook. Ik kreeg dus een mailtje. Joep heeft het net naar boven getild. Want het stond dus in de kelder. Het is echt heel zwaar. Maar ik kreeg dus een mailtje van een bedrijf die allemaal bureaus heeft. Ja. Die je dus omhoog en omlaag kan zetten. Ik weet, ja, de mensen die naar mijn vlogs kijken, die weten hoe lang ik achter de computer zit per dag. Soms wel 10, 12 uur. Ja, maar voor werk en voor studie en voor alles eigenlijk. Echt voor alles. Maar ik kreeg dus een mailtje of ik een bureau wilde ontvangen. En dat is natuurlijk ook perfect voor in ons nieuwe huis. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar de kleur. Dus we gaan hem gewoon meteen uitpakken en dan ga ik hem aan jullie laten zien. Maar zo'n sta-bureaus, die zijn echt mega chill. Ja, maar jij had het ook op werk. Ik had het eerst op werk ook en het is gewoon heel fijn als je even voor een half uurtje op een knopje klikt en je kunt lekker gaan staan. Ik heb nog nooit gebruikt, dus ik ben heel erg benieuwd wat ik ervan ga vinden en hoe vaak ik het ga gebruiken. Ik denk best vaak, want ja, het is ook wel gewoon gezonder. We gaan het eens uitpakken. Hier staat het pakket dus. Ja. Het is echt wel flink. En dat onderste ding is volgens mij al iets van 35 kilo, toch? Deze is 18 kilo en die is 36 kilo. Oké, laten we het gaan uitpakken. En het is dus allemaal van Flexispot. Het is een Duits bedrijf. Maar ze hebben dus ook een site in Nederland en echt helemaal in Europa volgens mij. Ja. Ik heb dus een wit onderstel gekozen. Je kon allemaal kleuren kiezen. Je kon ook echt gaaf. Je kon echt formaten kiezen, maar ook echt alle kleuren en blad en zo. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, let's go. Luna, loop, kom! Je ziet al hoe goed het uitpakken hier gaat. Loop, loop. Allemaal lopen. Kom, Nala, kom. Oh. Kom, daarin, frommel. Kom op. 1, 2. Oké. Lopen. Nou jongens, zoals jullie zien heb ik Joep aan het werk gezet. Ja. En dan ga ik mooi de snacks maken, denk ik. Het lijkt best wel makkelijk. Oké, ja, volgens mij ook, ja. Als jij nou ook een snack van mij maakt, dan tuurlijk. Is het helemaal goed. Ik maak genoeg, dat we weer eventjes vooruit kunnen met healthy snacks. Maar zo ziet het er nu dus uit. En dan ga ik dus even de snacks maken. Ik vind het dus heel fijn om dit in de vriezer te hebben liggen. Het zijn, ja, ik ga vandaag twee gezonde snacks maken. Allereerst banaan met yoghurt en eiwitpoeder en speculoos. Echt heel erg lekker. Heb ik pas één keertje gemaakt.
En dadels met pindakaas en pure chocolade krijg je een soort healthy snicker. Het is vandaag ook 26 graden, dus helemaal top dat het gewoon een soort, ja, soort ijsjes zijn, zoiets. Zo kan je het wel noemen. Dus dat gaan we even maken. Naar het dadelrecept. En daar heb je dus pure chocola voor nodig. Of course dadels en pindakaas. Dat is het enige. De snacks zijn klaar. Het duurt altijd wel even, maar je kan er dus best wel lang mee doen, zoals ik al zei. Dus ik ga ze even in de vriezer zetten en dan gaat hier straks dus speculoos over. Misschien is hier speculoos over ook wel lekker. Dit heb je echt heel snel gedaan. Ja, valt niet tegen. Want ja, makkelijk. Dit heb je echt snel gedaan. Echt letterlijk een kwartiertje of zo. Ja. Oké, jongens, het moment van de waarheid. We kunnen hem nu dus omhoog en omlaag gaan zetten. Dit is het scherm. Hier moet ik op drukken, Joep, denk ik. Oh, dit ziet er echt heel vet uit, vind ik. Hoe hoog kan die, joh? Zo, dit is echt hoog, jongens. Kijk, je komt gewoon even, gewoon bijna bij het schilderij zelfs. Dus, formaatje bartafel. Zo. Ja, maar dit is voor jou ook een goede lengte, Joep. Ja. Dat is wel fijn, dat jij er ook gewoon echt aan kan staan. Ja, top. Dit is echt heel fijn. Maar wat ik dus net ook dacht, je kan ook zo'n fietsding eronder zetten, Joep. Dat is helemaal gezond. Dat je zo met je benen zo kan trappen. Ja, maar staan is al echt een stuk gezonder. Ja, klopt. Zeker waar. Je kunt je ik vind het echt heel gaaf. Je kunt dus je favorieten instellen via een van deze knoppen. Oké. Okay. Ik weet nog niet precies hoe. En er zit ook een USB-ding in. Dus ja, hier kan je ook je telefoon. Oeh. En dit is dus het mepelblad. Ja, je hebt hem dus in zwart, wit, van alles. Ja, ook marmer en zo. Ja, dat leek me ook heel gaaf. Maar ik vond deze ook wel heel mooi bij deze schilderijen. Maar ik ga even nog kijken of die hier mag blijven staan. Of die hier kan blijven staan, zeg maar. En voor het witte onderstel. Zo, helemaal wit vond ik ook mooi, moet ik zeggen. En helemaal zwart ook. Ik vond alles eigenlijk wel leuk. Ik wil in ieder geval Flexispot echt heel erg bedanken voor het opsturen van dit bureau. En trouwens, Joep, even voor het in elkaar zetten. Ja. Even een applausje. Ik ben er heel erg blij mee. Ik krijg er dadelijk snacks voor, toch? Ja. Precies. En het duurde ook niet heel lang. Nee, het is echt makkelijk. Ik dacht echt van, oké, dit gaat heel lang duren. Nee. Maar wil je nou ook een kijkje nemen, dan zal ik even het linkje in de beschrijving zetten. Ik weet niet precies, er zijn niet echt vaste prijzen. Het ligt heel erg aan hoe groot het is, hoe groot je blad is. Ja. Wat voor materiaal, wat voor kleur, al die dingetjes. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. De komende 2 dagen kan je echt tot €120 korting krijgen. Alsnog, het zijn gewoon dure dingen. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. En ik weet zeker dat ik het veel ga gebruiken. Het ligt er ook gewoon aan of je veel op je laptop werkt of niet. Ja. Gewoon zeker voor mensen die vanaf nu gewoon veel meer thuis werken, is het natuurlijk gewoon een uitkomst. Maar heb je de zin om een kijkje te nemen, dan zet ik het linkje even in de beschrijving. En dan ga ik nu mijn snacks uit de koelkast halen en die proberen. De plannen zijn gewijzigd. Ik wilde eigenlijk eerst de snacks uitproberen. Maar zoals je hier kan zien, misschien kun je het ook niet zien, is het alweer bijna 3 uur. Ik ben echt... En dat is ook realistisch weer. Ik ben heel slecht af en toe een overdag eten. Want dan ga ik weer dit doen. En dan ga ik weer, moet ik weer bestelling inpakken. En dan ga ik weer allerlei andere dingen doen. En dan weer even met teams werken en weer editen. En echt alles tegelijkertijd. Maar het is nu dus tijd om even lunch te gaan maken. Ik ga straks wel die snacks proeven. Ik heb nu gewoon echt, echt honger. Ik ga dus hieruit een tosti maken. De onderste. Dit is uit een... kookboekje, een Griekse tosti. We hebben die al een keertje eerder gemaakt, Joep en ik samen. En die was toen heel erg lekker, echt een paar maanden geleden al. En dat is dus met brood, of course. En dan feta, deze lekt een beetje. En avocado en tomaat. Dus ik ga proberen hier een lekkere tosti van te maken. En ik ga hem dus in de airfryer doen, want zelf vind ik dat veel lekkerder. Ik weet niet, dan wordt hij gewoon krokanter of zo. Dus dat ga ik doen.
Oh ja, en omdat ik dus net wel echt al honger had, heb ik hier alvast wat gedronken. Dit is een drankje van Hypro. Pas hadden Joep en ik in een nieuwe productenvideo die met mango geprobeerd. Die vind ik toch wel veel lekkerder. Dat is een nieuwe smaak. Dit is met vanille cookie smaak. Ik had deze al een keertje eerder gehad. Ik vind hem wel lekker, maar nu ik dus de mango heb gehad, vind ik die eigenlijk veel lekkerder. En helaas hadden ze dus geen mango meer. Dus het is deze geworden, maar die ga ik wel verder opdrinken. Ik vind het echt best wel lekkere drankjes dus. Maar als ik moet kiezen, neem de mango. En dan ga ik nu dus de tosti maken. Ik ga er trouwens wel een twist aan geven. Dat doe ik echt super vaak als ik recepten maak. Dan maak ik er toch een beetje mijn eigen ding van. Normaal gesproken moet je volgens mij eerst de feta doen en dan gewoon plakjes tomaat en plakjes avocado. Maar ik ga het gewoon een beetje mixen. Met olie denk ik erbij. Dus dat gaan we proberen. Ik heb ook het idee dat Joep en ik het ook namelijk op die manier de voorkeur hadden gemaakt. Dus dat ga ik nu weer doen. Het enige wat ik alleen altijd lastig vind met avocado is, je kan gewoon niet echt een halve gebruiken en dan nog de helft bewaren voor bijvoorbeeld de volgende dag. Tenminste, bij mij lukt het echt niet. Hij wordt meteen bruin en het is er niet meer te eten en het ziet er gewoon niet uit. Dus ik ben heel erg benieuwd of een van jullie een tip heeft daarvoor. Dat je dus gewoon een halve avocado kan bewaren. Of dat jullie misschien ook weten van, dit werkt bij mij ook niet. Probeer het ook maar gewoon niet. Maar ja, ik ga hem nu gewoon helemaal opmaken. Maar jongens, ik vind het gewoon echt nu al lekker om gewoon zo te eten. En zo ziet mijn tosti er nu uit. Ik vind het er echt al lekker uitzien. Ik ga hem nu dichtmaken. En dan ga ik aan beide buitenkanten boter doen, zodat die in de airfryer kan. Mijn tosti is klaar. Ik moet wel zeggen, ik kon hem niet zo makkelijk draaien, omdat alles dus loslag, dus dat was een beetje lastig. Maar dit is dus mijn tosti geworden. En echt altijd als ik een tosti eet, dan neem ik er chili saus bij. Ik vind zelf deze heel erg lekker. Deze dus. Ik weet alleen niet of het ook hierbij lekker is. Ik zat er zelfs te twijfelen of ik misschien niet gewoon sriracha mayo moet doen of zoiets. Of honing mosterd of zo. Maar misschien dus gewoon deze. En ik heb trouwens ook net deze helemaal opgedronken. Want ik had echt honger. Ja, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik vergeet gewoon heel vaak overdag. Dan ben ik gewoon zo druk bezig en dan vergeet ik gewoon te eten. En dan heb ik s'avonds dus heel veel honger. Echt slecht eigenlijk, want eigenlijk moet je dus beter goed ontbijten. Dat weet ik ook wel. Maar ja, vaak dan werkt dat niet helemaal bij mij. Oh, ik heb het idee dat die helemaal uit elkaar gaat vallen. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Ja, ik vind hem echt weer heel erg lekker. Ik vind sowieso tosti's altijd goed. Ik vind ook tosti met tonijn altijd lekker. Gewoon normale tosti. Echt alles. Oké, ik ga even mijn tostietje opeten. En dan zie ik jullie straks weer. En met deze is het trouwens nog lekkerder. Ik ben weer lekker bezig. En ik heb even een theetje gezet. Echt groene thee. Ik vind het gewoon altijd zo lekker. Dus ik neem dat heel erg vaak. En als jullie trouwens iets horen, dat is dit kleintje. Hé schat, kun je even zakjes doen? En ik wil jullie dus nog even wat laten zien. Ik moet trouwens echt verder jongens. Ik moet over anderhalve dag mijn teasers inleveren. Ik heb de laatste 3 weken niks gedaan. Dus ik moet echt nog super veel daarvoor doen. Maar ik ben het gewoon aan het uitstellen. Uitstellen, uitstellen. Maar ik heb dus ook een cadeautje gekregen van Senna. Want die is dus weer terug uit Amerika. Misschien dat sommigen van jullie wel 2,5 maand geleden ongeveer die vlog hebben gezien. Dat ze dus naar Amerika is vertrokken. En ze is daar dus 2,5 maand tot 3 maand geweest. En ze heeft allemaal leuke cadeautjes voor iedereen meegenomen. En echt een cadeautje voor mij. Ik ben hier zo blij mee. Het is dus van Victoria's Secret. En ik heb deze zelf een keertje gekocht in 2019 toen ik voor de eerste keer in Amerika was. Dit is echt mijn lievelingsscrub. Dat is dus deze met honing. Echt jongens, als je ooit deze tegenkomt, hij is heel lekker.
Maar wel echt duur. Want ik zag hem dus laatst zelf al op een vliegveld. En toen dacht ik echt, oh, ik ga hem meenemen. Daar was hij dus $17 of zo. Of €17. Senna zei dat hij dus in Amerika net zo duur was. Alleen, ze had nu dus een aanbieding. Heel chill. Maar ja, dat hebben we dus in Nederland niet. Namelijk deze. Dus 2 voor 17 of zo. Of 2 tot voor 15. Veel beter. Maar dit is dus met kokosnoot. Dus deze heb ik nog nooit gehad. Maar die met honing wel. Dus Senna, als je kijkt, echt super bedankt. Ik wil vooral die met de honing gewoon niet eens openmaken. Omdat ik deze echt wil bewaren. Maar ja, tegelijkertijd wil ik hem ook weer gebruiken. Maar echt Sen, heel erg bedankt. Het is tijd om het avondeten te gaan maken. En ik ga ook nog even een drankje laten zien wat ik de laatste tijd vaak drink. Namelijk gewoon tonic met basilicum. En ik dacht, oh, we hebben nog een basilicumplantje. Helemaal blij. Nou, dit ding is echt ver overleden. Die heeft zijn beste tijd gehad. Doder dan dood, maar volgens mij zitten er nog 2 blaadjes aan die wel zouden kunnen. Dus ik ga het toch gewoon proberen. Ze zitten allemaal zo erg in elkaar dat je ze eten. Dat je ze niet kan gebruiken. Dat drink je toch niet? Wacht even. Maar is logica. Als je een blaadje basilicum in je drankje gooit, dan is het eten. Is het eten? Dan is het drinken. Nee, basilicum is toch eten? Het is geen drankje meer, dan is het eten. Maar bedoel je nou de smaak of dat je gewoon... Nee, de smaak. Je doet het gewoon erin. Dan heb je toch... Gewoon tonic met de... Nou ja, je proeft wel een klein beetje basilicum. Gewoon zodat het er fancy uitziet, man. Ja, maar je proeft het oprecht. Basilicum smaakt heel sterk. Basilicum is echt lekker. Ja. En anders, dan was het nog drinken. Ja. Nou, dit is mijn drankje. Volgens mij is het eten. We gaan nu met z'n allen pizza maken. Hier hebben we echt al van alles liggen. We gaan even kijken... Ja, hoeveel gaan we er maken? Echt veel. Alles. Alles. Op zich gaat het best op met 7 man. Zeker. Dat is de rest van de tosti. Tosti toppen. Ja, lekker. Moet dit al op? Nee, dat moet er helemaal niet. Ik doe 1 kant maar, 1 kantje. Maar, jongen. Jij eet die toch niet? Jawel. Ja, dit is lekker. Nee, oké, misschien. Ik wil 1 hapje. Nee, Kurk. Kurk. Mag op, prima. Kurk. Van Boeieruurt. Van gas, ik proef Kurk. Kurk? Ja. Of Kurt? Ja, weet ik niet, maar de zijn best wel gelijk in views. Nou jongens, de pizza's zijn klaar. We hebben dus allerlei soorten gemaakt. Zou het er genoeg zijn? We hebben echt heel veel. Ik wilde gewoon dat deel niet laten zien. Ik dacht, laat maar. Het is echt heel veel. Het zijn er veel. Maar ja, jij, hoeveel eet jij er? Jij kan er 1,5 op, minimaal. Ik kan er wel 1,5 op. En ook al 2 of 3. Ja, daarom. Maar dat doe ik niet altijd hoor. Maar dit is echt heel erg lekker. Deze pizzabodem vind ik zo lekker. Deze met paprika, bloemkool. En dan hebben we dus mozzarella, champignon... rode ui, ham, pesto, tomaatjes, van alles. Oké, we gaan snel de oven doen. Ik ben helemaal vergeten om aan jullie de snacks te laten zien. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik heb ze hier staan. Ze zijn echt helemaal gelukt. Joep loopt trouwens allemaal achter mij met laminaat. Dus als jullie hem voorbij zien komen... Ik ben aan het showen. Ja. Deze dadels zijn echt super lekker. Ik heb er dus al 2 op. Echt heel erg lekker. En ik ga nu deze afmaken. Dit zijn dus de... Ja, hoe noem je dit? Ik heb er nog steeds niet echt een naam voor. Maar dit is dus met banaan, yoghurt, eiwitpoeder, vanille... Hoe noem je dat, Joep? Vanille... Flavor drops. Flavor drops. En ik ga er nu dus speculoos overheen doen. Dus ik ga dit even opwarmen en dan zijn die ook klaar. En dan ziet het eindresultaat er dus zo uit. Het is echt... Ik weet nu al dat het heel lekker gaat zijn. Joep, wil je ook 1? Ja, dadelijk. Joep is mooi aan het rennen nog steeds. Oh. Oké, ik ga gewoon eentje proeven. Ik denk wel dat ze nog best koud zijn. Ik heb ze net uit de vriezer gehaald. Oh jongens, dit is echt gewoon weer zo ontzettend lekker. En zoals ik al zei, ik vind het gewoon top om dit gewoon in de vriezer te hebben liggen. En dan kan je gewoon af en toe even een snack pakken. Vooral deze kan je meteen eten op de een of andere manier. Worden die niet zo koud als deze. Maar echt, jongens, deze snacks zijn echt geweldig. Nou, dit is dan alweer het einde van mijn What I Eat in a Day. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. En ik wil binnenkort dus ook echt weer een TikTok uitproberen video maken. Met allemaal nieuwe receptjes. Dus als je nog iets tegenkomt, laat me zeker weten. Ik vind het echt zo leuk
dat sommigen van jullie mij ook taggen op Insta en op TikTok. En pas kreeg ik ook al een Twix-taart recept door. Dus die ga ik ook zeker proberen in die video. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Vergeet dus ook zeker niet om even te abonneren op mijn kanaal en het belletje hieronder aan te zetten. Zodat je ook een melding krijgt van weer een nieuwe video. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!